Eeuwenlang handelden Europese landen met landen in Azië. Handelaren reisden over land en daardoor duurde het lang voordat er goederen in Europa waren. Portugese zeelieden ontdekten een snellere route, over zee om Afrika heen. De Portugezen zorgden ervoor dat dure specerijen zoals kaneel en muskaat en peper in Europa te koop waren. Tijdens de 80-jarige oorlog veranderde dat. Hollandse kooplieden werden niet langer toegelaten in Spaanse en Portugese havens. Ze besloten toen zelf naar de oost te varen. Maar via welke route? Volgens de kaarten waren er twee mogelijkheden, een noordelijke en een zuidelijke route. Er is verschillende keren geprobeerd om via de noordelijke route Azië te bereiken. Eén ervan eindigde in de overwintering op Nova Zembla voor Heemskerk en Barentszoon en hun bemanning. En met de zuidelijke route had men veel last van kapers. In 1597 kwam voor de eerste keer een lading in Holland aan. De winst was nog klein, maar het smaakte naar meer. Uit verschillende Hollandse en Zeeuwse steden vertrokken vloten naar Azië. Ze brachten veel specerijen naar Holland en de prijs daalde. Ze waren elkaars concurrenten en dat was niet handig. De raadpensionaris Johan van Oldenbarneveld greep in. Hij dwong de steden Amsterdam, Middelburg, Enkhuizen, Hoorn, Delft en Rotterdam om samen te werken. Na heel veel overleg en gepraat lukte dat. Alle compagnieën moesten samenwerken. En zo ontstond in 1602 de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Het bestuur werd gevormd door de Heren 17. 8 heren uit Amsterdam, 4 uit Zeeland en uit Delft, Rotterdam, Hoorn en Enkhuizen 1. En 1 die wisselde. Zo had niet één stad de meerderheid. Wat was het doel van de VOC? Dat is wel duidelijk. Geld verdienen. Zoveel mogelijk winst maken. En hoe krijg je dat voor elkaar? Er moest natuurlijk eerst geld binnenkomen. Iedereen die geld had, kon aandelen kopen. Je deelde dan mee in de verwachte winst. En hoe kon je die winst dan zo groot mogelijk maken? Je zorgde ervoor dat je de enige was die specerijen kon verkopen. Met zo'n monopolie kon je de prijs zelf bepalen. De VOC maakte zich schuldig aan veel gruweldaden. Jan Pieterszoon Koen, gouverneur in Indië, liet een hele bevolkingsgroep uitmoorden om de nootmuskaatbomen in handen te krijgen. En op andere eilanden werden de bomen in brand gestoken, zodat er maar weinig overbleven en de winst groot zou zijn. De overgebleven nootmuskaatbomen moesten natuurlijk nog wel verzorgd worden en daarvoor werden tot slaven gemaakte mensen op de eilanden ingevoerd. De VOC handelde veel in Azië. Malakka, Ceylon, China en zelfs in Japan werden goederen gehaald en gebracht. Batavia op Java was het middelpunt van deze handel. Er werd heel veel geld verdiend. En veel kooplieden lieten ook zien dat ze rijk waren. Ze lieten prachtige buitenhuizen bouwen. Daarom werd de 17e eeuw ook de Gouden Eeuw genoemd. Maar lang niet iedereen profiteerde van deze welvaart. In de Republiek waren ook heel veel arme mensen. Voor de VOC werkten duizenden mensen. Vele van hen kwamen uit het buitenland. Dit is het verhaal van Koert Wijsig. Hij komt helemaal uit Keulen en wil werken bij de VOC. Hij wil ook rijk worden. Koert heeft al meer dan 200 kilometer gelopen. Hij is nu in een bos vlakbij Amsterdam. Hé, kijk daar eens. Dat lijkt wel een tondelzwam. Die neem ik mee. Koert haalt zijn kostbare tondeldoos tevoorschijn. Dat is nog een erfstuk uit de familie. Hij stopt een stukje van de tondelzwam in de tondeldoos bij de vuursteentjes. Nu kan hij overal waar hij is vuur maken. Koert vervolgt zijn reis en een dag later staat hij op de Dam te Amsterdam. Er komt iemand op hem af. Kan ik je helpen? Ja, ik zoek het Oost-Indische huis. Dat komt goed uit. Ik ben ook op weg. Wat is dat lawaai daar? Oh, dat is van de VOC. Ze roepen de mensen op om zich aan te melden om naar Indië te varen. Nou, dat vind ik mooi. Ik wil als officier meevaren. Nou, dan mag je wel eerst naar de barbier. Je ziet eruit. Ik weet er wel eentje, kom maar mee. En bij de barbier wordt Koert helemaal glad geschoren.
Oh, dat ziet er beter uit. Nou, dan gaan we nu naar het Oost-Indische Huis. Kijk, dat is de wisselbank. Hier kun je aandelen kopen en geld wisselen. Er worden hier heel veel schepen gebouwd, zowel voor de handel als voor de oorlogsvloot. Hier is het Oost-Indië Huis. En daar moeten we naar binnen. Koert en zijn vriend Jan melden zich bij een meneer aan een tafel. Ze tekenen een contract. Minstens 5 jaar moeten ze in dienst blijven van de VOC. Helaas had men geen officieren meer nodig. Hij werd nu soldaat eerste klas. Koert moet nu onderdak zoeken. Oh, ik logeer in een logement. Waarschijnlijk is er wel plek voor jou. En samen gaan ze weer op weg. Oh, daar ligt een Oost-Indiëvaarder. Waarschijnlijk gaan we met dat schip op weg. Ondertussen zijn ze bij het logement aangekomen. Ze stappen naar binnen en gelukkig is er nog plaats voor Koert. Het is een gezellige boel. Ook Koert en Jan bestellen een kroesbier. Ze hopen rijk te worden en ze klinken op de goede afloop. Enkele dagen later krijgen ze het bericht dat ze zich moeten verzamelen bij de Montebaantoren. Met kleine scheepjes worden ze aan boord van het grote schip gebracht. En al gauw vaart het schip naar Texel. Hier vandaan zullen ze de grote oversteek gaan maken. Er zijn heel veel soldaten aan boord gebracht. De volgende dag vertrekken ze naar de oost. De bagage staat kriskras door elkaar. Het eten aan boord gaat in ploegen. Dat noemen ze een bakvolk. We eten allemaal uit dezelfde bak. Het eten is slecht en heel eentonig. Naarmate de reis duurde, kregen steeds meer soldaten en matrozen last van scheurbuik. De chirurgijn kreeg het steeds drukker. Gelukkig konden we in Kaap de Goede Hoop weer verse groenten en fruit inslaan. We hadden nog een lange reis voor de boeg. Op een dag gebeurde er iets heel vervelends. Ik zag een van de maten die aan het zoeken was tussen de kisten. Wat deed hij daar? Hij had daar niks te zoeken. Ik betrapte hem met allerlei spullen. En daarna moest ik de provoost wel waarschuwen. Dat is de man die aan boord de orde moet bewaren. De provoost beval hem zijn koffer open te maken. En uit de koffer kwamen allerlei dingen en ook mijn eigen tondeldoos. Een erfstuk van mijn grootvader. De provoost bracht de dief naar de koopman. De dief werd veroordeeld tot een zware straf. Met een mes werd hij aan de mast vastgenageld. Maar hij was niet alleen geweest. De dief bekende dat hij een opdracht gehandeld had. En ook zijn opdrachtgever werd gevangen gezet. En omdat hij de opdrachtgever was, werd hij nog zwaarder gestraft. Ze gingen hem kiel halen. Hij kreeg een soort dikke jas aan. Toen werd hij aan de ra vastgemaakt. En ze lieten hem zo in de zee zakken en ze trokken hem onder het schip door. Iedereen keek gespannen toe. Hoe zou die boven komen? En daar was hij gelukkig weer. Er werd een bootje uitgezet om hem weer binnen te halen. Ja, de straffen aan boord waren streng. Ook de doodstraf kwam vaak voor en soms werd iemand zomaar op een onbewoond eiland gezet. Zonder verdere incidenten bereikte het schip van Koert Java. Een prachtig tropisch eiland waar de VOC een stad had gebouwd, Batavia. Koert ging diverse keren met de kooplieden mee op handelsmissie. Kruidnagelen, peper en notenmuskaat waren geliefde producten. De VOC had met veel geweld een monopoliepositie weten te bereiken. Koert wilde zijn contract uitdienen en dan zo snel mogelijk weer terug naar Europa. Hij vond een schip voor de terugreis naar Amsterdam. Eerst ging het schip naar een factorij in India. Op dit schip bestond de lading voor een groot deel uit kostbaar porselein. Voor het stadhuis in Batavia nam Koert afscheid van Jan. Zijn vriend Jan had bijgetekend en bleef in de oost. En weer was Koert op zee voor een reis van vele maanden. Maar de reis ging voorspoedig en binnen enkele maanden kwamen ze aan in Kaap de Goede Hoop. Hier was in 1652 door Jan van Riebeek een fort gebouwd. En de VOC-schepen haalden hier op de heen- en terugweg verse groenten en schoon water.
Dit gebied op het zuidelijkste puntje van Afrika is lange tijd een kolonie van Nederland geweest. Toen Koert dit gebied zag, dacht hij, ik wil hier wel blijven. Koert had net gehoord dat een groep Amsterdamse weesmeisjes met een schip was aangekomen. En de bedoeling was dat zij met de kolonisten zouden trouwen. Hij ging naar het huis waar de weesmeisjes waren ondergebracht. Nou, er was een ruime keuze. Koert wilde wel met een van de meisjes verder kennis maken. Hij ging met haar wandelen in de bergen rond de Kaapkolonie. En het klikte tussen de twee. Van zijn gespaarde geld kocht Koert een boerderij. En na jaren van hard werken was hij een rijk man. En tot op hoge leeftijd kon hij genieten van de zonsondergang in de Kaapkolonie. En hoe ging het verder met de VOC? In de 18e eeuw ging de VOC steeds verder achteruit. Dat kwam doordat andere landen steeds meer zelf gingen handelen. En de VOC kon dat niet tegenhouden. Ook waren veel ambtenaren van de VOC corrupt. Ze wilden zelf ook rijk worden en probeerden onder de strenge regels uit te komen. En de Vierde Engelse Oorlog van 1780 tot 1784 gaf de genadeslag aan de VOC. Veel gebieden van de VOC werden door de Engelsen veroverd. In 1799 werd de VOC opgeheven. De schulden en bezittingen kwamen in handen van de Bataafse Republiek.